college werkt heel goed samen. Daar hebben we helemaal geen crisis. Er zijn wel natuurlijk een paar grote onderwerpen. Hè. We hebben er net al eentje gehad, hè, rond de ontwikkelingen in het... rond de stations en al de grote bouwprojecten. En er zijn natuurlijk hele grote opgaves in de stad. He, dus over de woningbouw, over bedrijven die we willen aantrekken en willen houden in de stad. Over de grote problematiek ook rond arbeidsmigranten, armoede in de stad. Dus wijk Zuidwest, waar we echt proberen in een meer jaren daar echt een grote verandering teweeg te brengen. Dus het gaat ook wel ergens over. Hè? Dus dat je af en toe ook even met elkaar de nieren proeft van zijn we het eens en doen we dat goed. Dat is niet meer dan logisch. Wat wel natuurlijk zo is, dat je hebt een coalitieakkoord en je hebt ook een coalitie met elkaar. En dat brengt ook wel verantwoordelijkheden met zich mee, dat je het uiteindelijk wel eens wordt. Ja. En nou, dat soms wordt er wat meer in die open. Maar af en toe heb je ook even een gesprek achter de schermen nodig om eens te kijken, zijn we het nou nog eens met elkaar? Dat is in Den Haag niet anders dan in andere steden. Nee. Maar we hebben wel een rumoerige bestuursperiode achter de rug. Ja. Aan de andere kant, je hebt natuurlijk ook de vorige verkiezingsperiode toen meegemaakt. Ook als wethouder toen. Toen waren er ook dat soort verhalen die naar buiten gingen. Hè, over dat er toch richting de verkiezingen dan wat frictie ontstaat. Ja, ja. Dus ja, het is allemaal niet zo nieuw eigenlijk. Nee, nou kijk, de verkiezingen speelt natuurlijk ook nog mee. Hè, want mensen wel, er zit ook wel een beetje profilering in. Waar ik me wel een beetje zorgen over maak. Dat ik merk af en toe bij de gemeenteraad. Hè, want je bent gezamenlijk verantwoordelijk. Je hebt andere rollen. Hè, het college... is ook collegiaal bestuur. Hè. Het zijn ook niet plannen van wethouders, maar dat plannen van het college. Daar is iedereen op aanspreekbaar. En daar praten we ook met elkaar over. Maar je hebt allebei je eigen rol daarin. Maar uiteindelijk hebben we wel met elkaar, in die rollen die we hebben, de verantwoordelijkheid om die rollen ook goed uit te oefenen. Ook gewoon naar de bevolking toe. Kijk, niemand zit erop te wachten dat wij met z'n allen rollenbollend over straat gaan en uiteindelijk niks gebeurt. Nee. Dus je moet uiteindelijk wel besluiten nemen. En je moet ook een beetje vertrouwen in elkaar hebben. En dat is het enige waar ik me wel zorgen over maakt, dat ik af en toe wel het gevoel heb dat er ook een soort van wantrouwen lijkt te zijn, laat ik het dan maar zeggen. En dat kost dan ook wat tijd om dat weer even goed recht te trekken.